Dit is aarde van mami's graf. Die nemen we mee naar Indonesië. Dat is het idee, dan kunnen we het daar verstrooien. Ze heeft daar een huis gehad. Dan gaan we daar strooien. Dan is toch een stukje van haar weer terug. Dat is een idee van mijn zus, kwam zo op. God, we kunnen duizendste dag bij, misschien bij in Indonesië vieren. In het dorp waar ze altijd opgegroeid is. En zo kwam het eigenlijk. En we wisten eigenlijk nooit niet anders dan dat mijn moeder altijd aan die dingen vasthield. Als iemand stierf, dan is het de zevende dag, deed ze een klein offertje. De 40ste, de 100ste en ter afsluiting is het 1000. En in het dorp zeggen ze Nyewu, dat is dus het Javaanse. Dat is de 1000ste dag en dan sluit je het af. En op zich ja, vinden we het een mooi gebruik om het ook vast te houden. Zo proberen wij dus als kinderen aan onze kinderen weer door te geven. Of ze dat opvolgen, ja, dat zullen we dan wel zien. Doorgeven. Van je ouders moest je alles accepteren, van je kinderen moest je accepteren. Maar je kunt het natuurlijk ook anders bekijken. Van, je kunt ook de goede dingen kun je van leren, van je ouders. Die hebben ze meegegeven. Maar ik heb inderdaad ook geleerd dat je van je kinderen heel veel kunt leren. Door dingen wat ik meemaak met mijn kinderen, ik heb heel veel meegemaakt. Heb ik inzicht gekregen, begrijp ik haar eigenlijk veel beter nu. Vroeger vond je het vervelend als ze dingen tegen je zegt. Want ik ging ervan uit, van als je dus van je kinderen houdt, dan doe je er alles voor. Dan zet je jezelf opzij en dan ga je het kind helpen. En ik had op dat moment het gevoel van, ze stoten mij juist af. Van ja, je hebt niet naar me geluisterd, dus dan moet je het ook maar voelen. Maar ze uit het ook zo. Hè? Dan slaat ze dus dicht en dan hult ze zich in stilzwijgen. En dan wordt er dus niet meer gecommuniceerd. En dan was het einde verhaal. En daardoor werd ik boos op haar. Ik werd dus boos op haar omdat zij in mijn ogen het begrip niet kon tonen. Dat was onmacht bij haar. Ze kon het niet uit en ze dacht, ja, als ik daar verder in ga, ze begrijpen me toch niet. En dat gevoel bij haar, dat ze ook, omdat ik nu ook Joop heb verloren, dat ik haar ook begrijp hoe eenzaam ze was. Het was niet altijd maar boosheid, maar ze was eenzaam en ze kon het niet met ons delen. En nu begrijp ik dat wel. Ik begrijp dat nu wel. Het is soms, ze kan het dan niet uiten. En het was niet alleen boosheid, maar het was gewoon verdriet. Spreken. Dat stukje heb ik van wel geleerd. Dat stukje, het was moeilijk hoor. Dat ik het wel verwoord naar mijn kinderen. Dat ik zeg van, dit is mijn mening, zo denk ik erover, maar ik kan jullie niet dwingen om er anders over te denken. Dus accepteer het zoals ik ben. En als jullie er anders over denken, is ook prima. En dat wordt toch geaccepteerd. Ze dringen mijn dingen niet op, andersom dus ook niet. Ik uit het, ik verwoord het, zo wil ik, ik ben het niet mee eens. Maar dan is het ook, dan is het geuit. Ik herinner me nog mijn jongste, mijn dochter. Als ik dus iets niet voor mekaar kreeg, of als ik denk dat ze mij niet begrijpt of snapt, dan ga ik met dingen gooien, dan word ik boos. En dan ga ik met pannen gooien, dingen hard gooien. En dan wordt, gelukkig heeft ze dat wel naar mij toe geuit. Ik zei, maar mama, waarom zeg je niet waar je mee zit? Waarom zeg je niet dat je boos bent? Want met dingen gooien, daar heb ik niks mee. Daar kan ik niks mee. Maar als je zegt wat je voelt
en hoe je erover denkt, dan kan ik er iets mee. Dan kan ik er iets aan doen. Dat heb ik wel geleerd van de kinderen weer. Terugdringen. Ik ben van nature eigenlijk introvert. Dat komt eigenlijk daardoor, denk ik, dat je dan onzeker bent. Je durft je niet te uiten. En altijd bang dat je dingen verkeerd doet. Van, god, doe ik het wel? Doe ik het wel goed? En altijd onbewust een goedkeuring verwachten van de andere partijen. Maar dat gevoel heb ik inderdaad wel gehad van onze ouders. Van, als je niet doet wat ik zeg, dan klappen hoeven. Je wilt je altijd een andere plezier naar hun zin geven. Omdat je dan hun tevreden stellen. Maar op een gegeven moment heb je zoiets van, ja, dat lukt niet altijd. Je kunt niet altijd iedereen tevreden stellen. Dus dan zet je je eigen koers vast. Van, dit kan ik bieden. Ben je daar tevreden mee? Ben ik blij? Is het niet het geval? Ja, jammer dan. Dus niet meer aanpassen aan wat een ander wil. Ja, lijden waarschijnlijk. Lijden, ja. Nou, het was eigenlijk een rebels besluit. Want ik wist wel dat mijn vader, het was nog in Indonesië, woonden we nog in Indonesië. Ik was geslaagd van de SMP, dat is de MULO hier vroeger. Zei van, nou, zei Lil, als je naar de huishoudschool gaat, dan krijg jij van mij een fiets. Ik zei, het huishoudschool, geen haar op mijn hoofd, zei ik. Dus ik koos het tegenovergestelde van huishoudschool. Van, ik zag het echt niet zitten. En nou, toen zei hij, nou ja, oké, okay, dan weet ik wel een MTS, dus een technische school. En dat heb ik gewoon hier ook verder afgemaakt in Nederland. En zo ben ik eigenlijk in terecht gekomen. Dus ik was toen al rebels. Recht door zee. Want ik wist nog dat de uitvoerder me de allereerste smerigste klusje gaf die er was. Want als een beton gestort is, dan heb je van die stukjes wat je af moet bikken, weet je wel. Dus nou, hier heb je een bijtel, zei hij, een hakbijtel. En hier heb je een moker. En dus ga je gang, die stukjes moeten weg. Dus als ik thuis kwam, was ik helemaal grijs. Maar dus ik liet me er ook niet van afbrengen. Dus Lily deed het wel gewoon. Volgens mij wisten ze ook niet hoe ze ermee aan moesten, hoor. Ze hielpen me wel. Ze hielden wel rekening mee van dat het een klein Indisch meisje is. En aan de andere kant spaarden ze me ook niet dan, omdat ze dan zeggen van, ik doe het wel voor jou. Ik hield me op dat moment niet mee bezig van, ja, hoe de mensen me op dat moment vonden. Ik deed gewoon wat ik moest doen. Rijst. Indo, ja, je hoeft niet per se van bloed Indo te zijn. Maar mijn Joop is zo'n typisch voorbeeld van. Dat hij zo verindiest. Hij houdt ook meer van sambal dan ik. Wat het mooiste bijgebleven is van is mijn jongste broer. Die is bij ons altijd het zorgenkindje. Maar tijdens de plechtigheid, zei mijn broer, Joop, zei hij, je bent niet mijn zwager, maar je bent als een broer voor mij. En je bent meer Indo dan ik, zei hij. Want je bent blank van buiten, maar je bent bruin van binnen. Dat vond ik zo'n pakkende tekst of uitspraak van hem. Ik had het niet verwacht van hem, maar hij heeft het toch gezegd. En dat is hij wel, ja. Hij houdt ook meer van rijst dan van aardappels.
En net als bij ons, als we de aardappels hebben gegeten, dan krijgen we na die tijd weer trek. Dat is precies met hem. Hij moet altijd rijst eten, dus hij is blank van buiten en bruin van binnen. Dat is een blanke.